Natuurlijk zijn we tevreden dat we na bijkans 9 maanden onderhandelen uiteindelijk de tweede review hebben kunnen afronden. U weet dat we een aantal reviews na elkaar hebben gemist vanwege het feit dat door interne en externe omstandigheden het programma niet meer in zijn originele vorm kon worden uitgevoerd en dus van de rails raakte. En om hem weer op rails te krijgen, en ik praat nog steeds over het origineel programma, zodat heel veel tijd en heel veel moeite kostte, heel veel commitment en heel veel ownership van de regering eisen. En uiteindelijk hebben we met de nieuwe begroting 2023 hebben we waarborgen kunnen vinden om het programma weer een anker te geven, een redelijk sterk anker te geven, de begroting dus, om in aangepaste vorm voor te gaan. Ik moet wel erop wijzen dat het niet zonder risico's is. Er zijn nog steeds risico's. Het programma is nog onderworpen aan, kan nog schokken meemaken, interne, externe schokken, die natuurlijk voor die hoge risico's zorgt. Welke risico's Maar bijvoorbeeld? risico's dat we hebben bijvoorbeeld in het aangepaste programma ook weer benchmarks vastgesteld voor uitgaven, maar ook voor inkomsten. En het gevaar is dat als door wat voor schok dan ook de regering besluit om buiten deze parameters meer uit te geven of minder binnen te halen, dat het programma dan weer in gevaar komt. Het voortgang van dat programma weer in gevaar komt. Maar niet alleen Ja, voortgang maar van het programma, maar ook. om concreet te zijn, meneer Eckhorst, de regering heeft aangegeven dat ze een bepaald bedrag aan inkomsten zal hebben en een bepaald bedrag aan inkomsten zal hebben, een bepaald bedrag dat ze uit zal geven. Ja. Bijvoorbeeld heb ik begrepen bij de onderhandelingen dat er ook gevraagd werd om de BTW-tarieven te bekijken. Dat was in eerste instantie ook een voorstel. Er waren natuurlijk een aantal voorstellen van het IMF om snel te komen tot begrotingsconsolidatie. De snelste weg hoeft niet altijd de beste te zijn. En dat heeft de regering ook aangegeven van wij gaan op dit moment waar BTW nog met heel veel haken en ogen is uitgerold en nog niet het gewenste effect oplevert, gaan wij nu de tarieven niet verhogen. We kijken naar andere alternatieven. En het andere alternatief kwam in het verminderen van de nultarievenlijst, waardoor meer bedrijven en sectoren nu onderhevig zullen zijn aan het betalen van BTW.